niet mountainbiken, ook niet skateboarden, maar mountainboarden. Ik vind het wel echt een super bijzondere sport. En je kan het gewoon hier doen, in de stad. Er staat hier een ontzettend vet park en ik ben heel nieuwsgierig. Het is een beetje een combinatie tussen snowboarden en skateboarden, geen bergen. Dus we maken hier zelf de heuvels met gewoon hele grote bulten zand en klei. We zijn het enige park van Nederland. Ja, ik bedoel met snowboarden, want daar lijkt het een beetje op, ja, toch? Klopt. Kijk, dan val je tenminste in sneeuw, maar ja, dit is gewoon een keiharde ondergrond. Ja, het is wel wat harder inderdaad. Maar je bent ook wel wat meer beschermd. Je hebt wel eens verplicht om een helm te dragen. Het is vrij hard en je moet wel een beetje durven. Dat is een soort van race tegen de klok of tegen elkaar. Dan begin je met vier tegelijk of met z'n tweeën. En wie het eerste binnenkomt, die wint die heat. En die gaat dan door naar de volgende ronde. En zeker hier in Groningen, is heel technisch, want je hebt weinig heuvels. Dus je moet zelf de snelheid maken. Als je naar België gaat, dan heb je grote pistes waar je doet, dan hoeft het niet. Oké. Okay. Nou, we staan op een van de beginnersheuvels. En... Nou, ik vind het al eng hoor, moet ik zeggen. Ja, ja, we gaan zo. We kunnen zo nog een klein stukje laag als je wilt. Op je frontside bocht, dus op je tenen leunen. Yeah. Backside bocht op je hakken. Nou, je ziet de bord wel een beetje bewegen. Yeah. En het belangrijkste is, net als bij snowboarden, op je voorste been leunen. Okay. Want daar hou je met controle mee. En hoe rem je? Ja, een mountainboard heeft geen remmen. Met snowboard kun je heel makkelijk stoppen. Yeah. Hiermee niet, hier rooi je gewoon uit. En, nou, er is hier genoeg. Je hebt hier genoeg ruimte om gewoon weg te rollen. Je handje vasthouden. Dat kan. Fuck, ik vind het wel eng hoor. Oké. Okay. Het is echt niet moeilijk dan snowboarden. Je kunt er alleen niet echt sturen in het begin. Ja, je kunt wel sturen, maar minder makkelijk. Moet je niet altijd bang. Hoor je dat? Ik kan niet sturen in het begin. Nou, lekker dan. Nee, maar minder. Het is anders. Je met snowboarden vrij. Oké, maar ik moet echt op mijn voorste been. Ja. Ja? Zal ik aftellen? Oké. Okay. 3, 2. Hey. Oh. Ah! Ah! Hey! Ik vind het wel heel leuk, maar het is heel anders dan snowboarden. Want het is wel hetzelfde, maar het voelt zo anders. Want het voelt veel ruwer. Je glijdt niet makkelijk. Nee, je stuurt ook niet vast. Makkelijk. En het is echt bumpy. Het is echt heuvelig. Dus je voelt elke rots voel je. Nou, ik ben blij dat ik de eerste keer dat ik dat heb gehad. We gaan het gewoon nog een paar keer, keer proberen, ja? Oké, okay, tof. Goed.